Jongens, Jeroske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op Call of Duty Black Ops Cold War. Vandaag heb ik voor jullie een stream highlight uit de afgelopen livestream op twitch.tv/jeroskegaming. Want ik drop hier namelijk een nuclear, oftewel een 30 gun streak zonder dood te gaan. Nu is dat natuurlijk niet heel erg bijzonder, maar wat er wel bijzonder is, is dat ze een bom, een daadwerkelijke nuclear hebben toegevoegd als je een nuclear haalt. Oftewel, ga je op een 30 gun streak zonder dood te gaan, dan kan je daadwerkelijk een bom laten afgaan die zo wat vijandige team als je eigen team uitschakelt. Dus in deze video ga ik die daadwerkelijk halen. En omdat het een stream highlight is, zat ik ook in volledige concentratie. Ik probeerde echt, maar ook echt die nuclear te droppen. En je hoort me en je ziet me dus ook volledig focus. En dat is ook wel een keer leuk om te zien. Dus heb je er nou zin in? Ram natuurlijk zo'n skyrim, lijkt me zo ook heel erg gaaf. En bedankt natuurlijk allemaal voor de support. Bedankt natuurlijk allemaal voor het kijken. En we spelen een Domination 6 tegen 6 potje op de map Express. Met de LC-10 en met natuurlijk de beste scores voor een nuclear. Namelijk de handcannon, de War Machine en de Harp. Dus geniet ervan, dat is alles wat ik kan zeggen. En op naar de highlight. Dat gaan we niet doen, hè, onze teammate killen. Moeten oppassen voor die gast met Akimo-wapentjes, want die... gaat vervelend worden, denk ik. Waar zitten ze? Oh, ik hoor iemand met Akimo-wapentjes. Daar zit je! Wauw, ik zeg het, die gast gaat vervelend worden. Hij zit gewoon keihard te campen nou, hè. En dan zal je zien, dan kom ik hem hier weer tegen. Oh, hij gooit dus hiervoor, dat is die gast. Pas op. Losing B, goed gedaan, teammate. Dat was de Akimbo-gast. Wacht, teammate zit de B-vlag te pakken. Ik help je niet, want je hebt hem al. Ik hoef je niet eens te helpen. Vijf streakje. Even kijken of we die handcannon kunnen halen. Dat is wel een tricky potje, want ze zitten de hele tijd, zeg maar, niet op de A-vlag. Niet op de C-vlag, maar ze lopen best wel hard erop af. Alleen het is lastig in te schatten waar ze precies erop aflopen. Oh, oh. Kijk, nu zitten ze weer op A, zie je? Lekker bezig, teammate. Oké, de handcannon hebben we ready. Er zit er sowieso één hier. Nu niet meer. Moeten even kijken of we de harp nu kunnen halen via de handcannon. Dat is de War Machine binnenkomt. Sowieso eentje via rechts. Daar loopt hij al. Ah, hij gaat campen. Nee! Wat was dat voor timing? Bro. Dank je. Oké, dan hebben we de harp binnen. Dan kunnen we die meteen inroepen. En dan zien we gewoon dat de mensen naast ons zitten. En dan zien we dat er hier een aankomt. Dan zien we dat er hier een aankomt. Dan pakken we de War Machine erbij om helemaal hier overheen te schieten. Komt ie, jongens. Oh joh, dan ga ik bijna dood. Die gast die zit daar in een hoekje, jongen. Doei, doei. Nu even wachten, want ze hebben spawn protection. Wachten. Wachten, spawn protection is voorbij. Wachten, spawn protection. Wachten, wachten. Dankjewel. Spawn protection. Dankjewel. Nee, voor mij heb ik een killsteal. Zetten we de field mic neer. Pakken we weer terug de handcannon die we net hadden. Want er zitten nog twee kogels in. Dankjewel. Ik moet even concentreren hier. Hij zit daar. Hij zit daar, die vieze ding. Wacht, dat gaan we niet doen. Die zat op de B-vlag. Ik durf niet. Er zit daar een enemy. Letterlijk daar. Nu zelfs twee. Alleen je kan ze niet killen. So that's the problem. Komt er een naast me? Komt-ie, komt-ie, komt-ie. Wat een timing was dat, joh. Oh, we hebben geen enkele vlag meer. Uh-oh. Ah! Wat deed jij? Wat deed hij? Bro. Lekker bezig, teammate. Wat deed jij? Ja, hoor, die gang gewoon helemaal schietend het hoekje om. Ik moet nu heel veel rustig spelen, want ik heb geen idee meer waar de vijanden zitten. Alleen de vijanden hebben ongeveer een idee waar ik zit. Dus je ziet het ook, ze komen heel de tijd terug naar dezelfde plek. En dat doen ze omdat ze weten ongeveer waar ik zit. En kijk, je ziet het ook, ze komen achter ons aan, zie je? Dus wat we dan doen,
We rennen snel weg. We rennen helemaal even terug onze spawn in. En dan kunnen we even gaan resetten. En met resetten bedoel ik, we gaan gewoon helemaal, alsof we net weer zijn ingespand, gaan we gewoon weer terugrennen. Dat is een hele, hele slimme tactiek. Want die vijanden zitten me nu te jagen. Die vijanden weten dat ik ergens daar mid-map zit. Dus als ik daar nu naartoe terugloop, dan ben ik de Sjaak. Dus we doen het gewoon rustig aan. We wachten gewoon even tot de ronde is afgelopen. En je ziet het, ze gooien nu zelfs granaten waar ik ze net heb gekild, zie je? We wachten gewoon totdat de ronde is afgelopen. En dan kunnen we de volgende ronde door. Woe! Dat is de tactiek, jongen. Volgens mij moeten we nog 2 kills voor de nuke. Switching sides. Dan moeten we even nu gaan opletten. Nee, ik denk niet dat iemand in ons team een harp heeft. Maar ik heb wel de war machine. Dus als we dit even slim spelen. Nu kan ik via rechts pushen. Oh, wacht, we hebben wel een harp. Oh! Ik zat helemaal na te denken, hoe gaan we lopen? Via links, via rechts, hoe gaan we lopen? Maar er zit een harp in de lucht, oftewel we zien precies waar de vijanden lopen. En dan moeten we nu oppassen dat we natuurlijk niet uitgeschakeld worden. Nu is het probleem, ze hebben die spawn protection. Daarom switch ik naar mijn handcannon, want je kan ze nu niet raken met je war machine, omdat ze net inspannen. Dan ren ik naar het spoor toe, want kijk maar op de map, hij zit hier links om het hoekje. En dan hebben we een nuke. Dat was hem, nuke is binnen jongens. Let's go, brothers! Oh, kijk, spawn protection, zag je het? Ik raakte hem, maar ik kon hem niet raken puur vanwege de spawn protection. Dus dan moet je echt heel erg goed rekening mee houden met de war machine. Volgens mij duurt de spawn protection in deze game ongeveer 10 seconden. Maar let goed op, als ze inspannen en ze beginnen te schieten, dan gaat die spawn protection eerder weg. Dus dat is wel iets om goed in de gaten te houden. Nu is het ook zo dat ik mijn nuke niet inroep, want ik weet niet of mijn teammate op een streak zit. Dus ik bewaar hem gewoon tot het einde van het potje, dan roepen we hem in. Want je killt natuurlijk ook je eigen team ermee, dus dat is nou weer net weer niet helemaal de bedoeling. Hier loopt er nog eentje. 3, 2, 1. Nu niet meer. We hebben nog 5 kogels in de handcannon, die kunnen we nog even blijven gebruiken. Maar de vraag is nu, wat voor streak kunnen we neerzetten? Oh, spannen achter me, andere kant op. Dit is niet fijn. Maar ondanks dat het niet fijn is, zijn ze allemaal neer. Weet je wat die vijanden daar hadden moeten doen? Ze hadden gewoon die handglitch moeten pakken. Er staat er zo'n tonnetje. En dan kan je zo ontzettend vies... Oh, ze spannen rechts van me? Yo, ze spannen gewoon naast me, ouwe. Oké, daar kon ik echt niks aan veranderen. Maar ze hadden daar die headglitch moeten pakken, die enemies. Er staat er zo'n tonnetje. En dan had ik ze bijna niet kunnen hitten met die handcannon. Dus dat, dan hadden ze me eerder kunnen killen. Maar ja, ze hebben me nu alsnog gekillt. Oh, dat geluk. Wow, yo. Dus ik zie, achter ons. Teammate heeft het ook door. Volgens mij willen die vijanden graag het potje winnen. Zie je ze gaan? Ze gaan voor die vlaggen, jongen. Yo, ik ga die B-vlag pakken, kom. Dankjewel, teammate. Komt er eentje in de trein. Oh. Yeah. Ik weet niet hoe ik dat heb overleefd. Ja, oké, de gek was nog neer. Alleen, ik tag het even. Die is neer. Ik kan niet de B-vlag nu pakken, omdat ze allemaal... Oké, nu wel. Dit is ons moment. Ze zijn allemaal neer. Gaan ze waarschijnlijk daar spannen. Ik laat mijn team de B-vlag pakken. Dan kan ik ze hier verdedigen namelijk. Kijk, dat wist ik. En dan hebben we de B-vlag. Ik zou die nu kunnen droppen. Alleen het probleem is, ik kill natuurlijk ook mezelf daarmee. Dus ik bewaar hem nog wel eventjes tot ik ben uitgeschakeld. Want je kill natuurlijk je team. En jezelf ermee. Komt hier de carepacks ergens? Oh, daar. Pak hem. Pak de carepacks af. Een cruise missile. Ja, weet je, ik pak hem gewoon af. Anders word ik daar weer door gekild namelijk. Zo. Dankjewel voor de cruise missile. Oké, ik ben dood. Ik kan de nuke inroepen. Eerst de cruise missile, dan de nuke, jongens. Let's go. Oh, wat een potje gespeeld, joh. Oh, die ging mis. Ik steel ook echt een cruise missile van de vaan en ik maak er geen enkele kill mee, man. Wat is dit nou weer voor ongein? En ik ga nog een keer neer. Is Luffy neer? Luffy is neer. Nuke inkomen, jongens. Daar gaan we. Komt u maar. Sorry, teammates. Maar succes, enemies. Lekker, hoor. Lekker, hoor. Je moet hem wel op tijd inroepen, by the way. Want je moet hem niet inroepen als het potje is afgelopen. Maar, here we go. Boe! Awesome. Ik vind het zo vet dat ze dat erin hebben gedaan, ouwe. Dat is echt wel dope. 30 gunstreak is het dus, jongens. De nuke in deze game is een 30 gunstreak. Awesome. En we hebben Pookie nog eens gewonnen. Thanks, team. Lekker bezig. Applaus voor jezelf. Applaus voor mijn teammates. Goed gedaan, teammates.